De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zonen. De molenaar was zo oud dat hij niet meer werken kon. Tot zijn oudste zoon sprak hij: jij krijgt de molen. Aan zijn tweede zoon gaf hij zijn ezel. Maar voor de derde zoon bleef er niet veel over. De oude man zei: voor jou heb ik alleen maar mijn spaarpot waar niet veel in zit. En de kat. De jongste zoon dacht: mijn broers kunnen samenwerken. De een haalt met de ezel zakken graan bij de boeren vandaan. En de ander maalt het graan tot meel. Maar wat moet ik? Ja, ik hou wel veel van de kat. Maar wat heb ik eraan als ik de wereld in moet om mijn fortuin te zoeken? De kat hoorde dit stilletjes aan. Keek schuin naar boven met een gezicht alsof hij zeggen wou: dat zal je nog meevallen, baasje. Toen de jongste zoon het huis verliet, ging de kat hem na. En toen hij op een boomstam ging zitten denken wat hij zou moeten doen, hoorde hij opeens de kat zeggen: niet zo treurig, baas. Koop voor mij maar een paar mooie laarzen en een knapzak met lange koorden. Dan zal ik de kost verdienen voor ons twee. Veel vertrouwen had de molenaar zo niet in de kat, maar omdat hij praten kon, deed hij toch wat de kat vroeg. In het dorp kocht hij een paar laarzen en een zak met lange koorden. Ja, toen was al zijn geld op. Kop op, zei de kat. Ik vang wel wat voor ons twee. Hij deed wat graankorrels in de zak om daar hazen, konijnen of ander wild mee te lokken. De kat lag op de loer met het koord in zijn poot. Als een patrijs of konijn de zak instapte om heerlijk van het graan te eten, trok de kat de zak gauw dicht. De molenaarszoon kreeg 1 konijntje om daar een maaltijd van te maken. De rest, zei de kat, breng ik naar de koning. Hij ving op die manier veel konijnen en hazen en ook wel fazanten. Steeds was daar een boutje voor de koning bij. Hij sprak dan tot de bediende: mijn meester, de markies van Karabas, laat vragen of dit geschenk zijn majesteit ook kan behagen. De bediende bedankte dan en zei: zeg aan de markies van Karabas dat het vorige boutje ook heel lekker was. De bediende gaf de kat dan wat geld voor de moeite en dat mocht de molenaarszoon dan hebben, want de kat gaf niet om geld. Op een dag, toen de molenaarszoon lag te kijken hoe de kat eenden ving, kwam in de verte de koets van de koning aan. De kat riep: doe je kleren uit en ga in het water. Ik heb een goed plan. De molenaarszoon deed het. Help, help, riep de kat. De markies van Karabas verdrinkt. De koning keek toen hij dit geroep om hulp hoorde uit het raampje van zijn koets en vroeg: is dat de markies van de konijnenbootjes? Ja, zei de kat. Onmiddellijk gaf de koning toen bevel om de markies te gaan helpen. Terwijl de molenaarszoon uit het water werd gehaald, liep de kat haastig naar de koning en vertelde hem dat een paar rovers de kleren van zijn meester hadden meegepakt terwijl deze in de rivier baden. De koning zond onmiddellijk 1 van zijn dienaren naar het paleis om een mooi pak van fluweel met goud geborduurd te gaan halen. En toen de molenaarszoon zo prachtig gekleed stond, twijfelde er niemand meer aan of hij was een heel voornaam edelman. De koning en zijn dochter nodigden hem uit om bij hen in het rijtuig plaats te nemen. De gelaarsde kat liep voor de koets uit en tegen de maaiers in het veld zei hij: als straks de koning komt en vraagt van wie deze velden zijn, zeg dan van onze meester, de markies van Karabas. Dat wil de koning zo. En zeg je het niet, dan word je zwaar gestraft. En overal waar de koets kwam en de koning vroeg van wie zijn deze akkers, deze velden of deze bossen, zeiden de mensen: van onze meester, de markies van Karabas. De molenaarszoon in zijn mooie pak hoorde dit alles met de grootste verbazing aan en dacht: oh, wat is mijn kat toch een buitengewoon dier. De prinses knikte lachend naar de molenaarszoon en zei: wat heeft u een mooie bezittingen, markies? Maar de molenaarszoon dacht: het loopt nooit goed af. Want de kat wees de weg naar een machtig kasteel op de top van een berg. Hij holde hard vooruit langs een smal en steil paadje. Het was het kasteel van de tovenaar waar nooit iemand kwam, omdat hij boos en gevaarlijk was. Maar de kat was niet bang.
Hij sprong naar binnen en zei... O, grote tovenaar, ik heb gehoord dat u de macht bezit... u te kunnen veranderen in elk soort dier. In een leeuw of een olifant bijvoorbeeld. Jawel, dat kan ik ook, antwoordde de tovenaar. O, wat zou ik dat graag willen zien, vleide de kat. De tovenaar, die het prettig vond dat hij weer eens kon tonen hoe machtig hij was... beloofde dadelijk zich te veranderen in een dier. De kat mocht zelf kiezen. O, nee, volstrekt niet, antwoordde de kat. Ik laat de keus geheel aan u over. En plotseling stond er een grote leeuw brullend voor hem. De kat was zo geschrokken dat hij onmiddellijk het raam uitsprong en op het dak klom. Totdat de tovenaar zich weer veranderd had. Ik moet zeggen, zei de kat, dat ik de grootste bewondering voor u heb. Maar... kunt u zich nou ook in een heel klein, fijn diertje veranderen? Bijvoorbeeld in een muis? Natuurlijk, zei de tovenaar. En op hetzelfde ogenblik sprong er een heel klein muisje vrolijk over de grond. En piepte, ben ik nu een muisje of niet? Daar had de gelaarsde kat op gewacht. Met een sprong had hij de muis te pakken. En toen was er geen boze tovenaar meer... Toen de koets van de koning het voorplein opreed, stond de gelaarsde kat boven aan de marmeren trap bij de voordeur. Hij boog en zei, treed binnen, majesteit. Treed binnen, prinses, in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. De molenaarszoon kon van verbazing niets zeggen, maar de kat zei, het komt allemaal wel goed, markies van Carabas. En het kwam goed. Want de prinses wilde wel met de molenaarszoon trouwen. En de koning vond het best. Op de avond van de huwelijksdag werd er een groot bal gegeven... dat geopend werd door de gelaarsde kat... die voor deze gelegenheid een paar laarzen van het fijnste leer... met gouden kwasten droeg.